Vrienden, ik heb me er eens een beetje in verdiept. Ja. En volgens mij is die arbeidsimmigratie, die wordt ook vaak genoemd, of arbeidsmigratie, of hoe we dat dan ook noemen, dat is een sluipmoordenaar. Die arbeidsmigratie, ja. Want die hebben we eigenlijk niet zo op de radar. Ja, we kijken naar Ter Apel en dan zien we als vluchtelingen en dat hele asielgebeuren en die AZC's. Dat hebben we allemaal wel in beeld. Maar die arbeidsmigratie, dat gebeurt een beetje stiekem allemaal. Ja, zo'n gemeente, wat doen die dan? Die halen dus een bedrijf binnen en dat zetten ze aan de rand van de gemeente. En dan zegt zo'n bedrijf, ja, maar we willen ook nog een stelletje Polen, Bulgaren of Roemenen halen. En dan bouwen ze dan een hotel gelijk daarnaast. In diezelfde gemeente. En die bewoners van zo'n gemeente, die zijn dan gefeliciteerd. Ja, die zijn de pineut. En die komen daar dus meestal een beetje laat achter dat dat allemaal al besloten is. Dan komen ze wel in het verzet. Ja, dat wel. Ja, want het gebeurt dus meestal in de gemeentes, zeg maar, tussen Nijmegen, zo en Breda, daar meestal. En daar worden al die dingen neergezet. En al die mensen in die dorpjes, ja, die zijn de sigaar, of de jaak, of hoe je het ook noemen wil. En die mensen, ik zeg het net, die komen in het verzet. Maar daar wordt dan niet naar geluisterd. Bijvoorbeeld in een gemeente als Riel. Ja, zo'n dorpje. Het ligt daar ergens bij Goorlen en Tilburg. Ja, en daar zetten ze ook zo'n hotel neer met 300-400 man, hè. Tegelijk, huppatee. En die heb je dan op een bevolking van een paar duizend mensen. En die Polen, Bulgaren, weet ik veel wat. Ja, dat drinkt allemaal. Dat zorgt voor overlast. Die pikken uit de supermarkten. Mensen hebben daar gewoon helemaal geen zin in. Nee. Dus die roepen van alsjeblieft niet. Maar pas geleden hebben ze nog in Roosendaal. Hebben ze zo'n hele Poolse supermarkt. Hup, die hebben ze weggedaan. Die moesten ze wegkopen. Omdat die omwonenden 10 jaar lang, kun je je voorstellen, 10 jaar lang daar overlast van hebben gehad. Ja, vrienden. Die arbeidsmigratie is een sluipmoordenaar. Maar wat blijkt nu alleen, in Den Haag luisteren ze niet naar de bevolking, hè, dat is gebleken. Dat hebben we gezien ook met de uitslag van de verkiezingen. Maar ook in de gemeentes van Nederland. Het is dus nog veel erger. Ook de gemeentes in Nederland luisteren niet naar hun eigen bewoners en bevolking. Nee. En die douwen gewoon al die hotels met al die gasten uit het Oostblok. Dat douwen ze maar door. Ja. Ja, vrienden, het is dus eigenlijk nog heel veel erger dan we denken.